Suriname heeft in het jaar 2000 een conventie getekend. Dat is dus de UNCCD. Dat staat voor United Nations Convention of to Combat Desertification. En vanaf dien was er nog geen werk gemaakt om het plan te maken. Pas dit jaar heeft ROM het initiatief genomen om daaraan te werken. En dat doen we hier. Niet alleen ROM is daarmee betrokken. Wij betrekken de samenleving in de vorm van consultants, in de vorm van andere stakeholders die betrokken zijn. Verschillende ministeries. En wij zijn hier daarvoor. Kijk, het gaat om de verschillende ministeries die betrokken zijn. GBB, NH, ook de verschillende organisaties die betrokken zijn bij het beschermen van ons milieu. Zoals een, zeg maar CI, ACT en alle andere participanten die ons helpen hierin. Het is zo dat wij proberen collectief te kijken naar alle mogelijkheden voor bescherming gezamenlijk. De grootste bedreiging van onze bos is de illegale mijnbouw. De illegale goudwinning. Die zorgt voor heel veel deforestation en met als gevolg degradatie. Dus wij moeten kijken in hoeverre wij dat kunnen tegengaan. En daarvoor is dit plan ook gemaakt. Focus is nu op het werk. Wij moeten dat nu wel doen, want als we dat nu niet doen, kan het verkeerd gaan. We zijn, zoals u weet, bekend als high forested country in the world, the highest, 93% bos, en dat willen we behouden. Dus als wij nu niet eraan beginnen, dan is de kans groot dat we dat gaan verliezen. Dus wat er is gebeurd toen, I don't know, maar nu moeten we wel eraan beginnen. Ja. Het doel is om te komen tot een plan waar wij aangeven hoe we ervoor zullen zorgen dat die deforestation wordt ingegaan, dat er geen woestijnvorming is. En in de vorm van een plan zullen we dat aanbieden aan de verschillende stakeholders. En daaruit zal rollen dat er actie moet worden ondernomen.